vriendschappen zijn gemaakt, bij beurten zijn gegeven. Maar na deze aflevering zullen we Theodor nooit meer terugzien. Pim, pim, pim. Hey, kijk eens naar mijn kanaal. Ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze 100ste Minecraft Hunger Games. Ja, ik ben super hyped. Wat gaan we doen? We gaan een uur lang Minecraft Hunger Games spelen. Dat heb je goed gehoord. Een uur lang. 60 minuten lang of langer. Dat kan niet stoppen voordat we de uur hebben gehaald. Ja, dat is een heel veel edit-tijd. Edit-tijd en render-tijd. En dat is best wel klote voor mij. Maar chill voor jullie, hoop ik. Sowieso niemand gaat ermee helemaal afkijken, maar... Hey, dan kan je zo lang kijken als je wil. In plaats van na 10 minuten weer denk ik van... Oh, stopt het weer, moet ik weer een dag wachten. En zo, dat hoeft nu niet meer. En nu gewoon... Laten we gaan. Oké dan. En zoals jullie misschien net al in de intro zagen, niet de eerste intro, maar de tweede, van Theodor. Ja, wat gaat er gebeuren? Theodor gaat de serie verlaten. Ja, waarom? Dit is de laatste aflevering dat ik op Hypixel speel. En ik had het al een tijdje in gedachten natuurlijk. En ik zei het al een paar keer van ik ga weg van Hypixel en zo. Maar dat was omdat ik boos was. Omdat ik verloren of zo waarschijnlijk oneerlijk. Maar nu is het officieel. Ik ga echt weg bij Hypixel. Ik ga naar Mineplex. Want daar zijn minder hackers, vind ik. Dus dit is de laatste aflevering dat we waarschijnlijk met Theodor gaan spelen, helaas. Hij is een lieve paard. Hij is een geweldig paard. En hij heeft me heel vaak geholpen en dingen gedaan. En daardoor dacht ik van, dit moet... Oh, nee. Loop door. Oh, mijn god. En daarom dacht ik van, dit moet de aflevering zijn dat we afscheid nemen van Theodor. Want dat kan geen mooie moment zijn. Jij. Heks. Wauw. Wel een hacker. Oké, we zijn dood. Maar ik dacht van, er kan geen mooier moment zijn dan deze aflevering dat we afscheid nemen van Theodor. De 100ste aflevering, zo'n einde verdient hij wel, zo'n mooi einde. En ja, ik weet niet hoe jullie dat vinden dat hij weggaat. Denken jullie van, ik kan je nooit meer kijken of zo? Maar geloof me, dames en heren, als ik dit zeg, luister goed. Eén dag, één aflevering, misschien meerdere zelfs, komt Theodor terug. Ik weet niet hoe, maar ik zorg dat hij terugkomt. Oké? Dat beloof ik jullie. Hij komt een keer terug. En daar heb ik dan heel veel zin in. Het is raar om hem niet meer te hebben, weet je wel. Het was altijd zo normaal dat ik op spande, dat ik tegen hem ging praten. En dat hij gewoon leuk was en zo. Maar nu... Ja, dat dit de laatste keer is dat we echt met hem zijn. Dat is klote. Maar ja, weet je... Ik heb het zo beslist. Ik wil naar Mineplex. Omdat er minder hacks zijn, vind ik. En ik vind de Hunger Games daar ook wel, ja, een beetje leuker op zich. Wat bedoel, als je hier iemand tegenkomt met Creeper 10, dan ben je al gelijk dood. Gewoon kapot dood. En meestal hebben ze dan ook nog hacks. Want ja, als je een kit naar level 10 wil hebben, dan moet je wel heel veel kills en wins hebben. Of coins hebben gekocht. Maar daar ga ik niet vanuit. Dan. Oké, maar we gaan weer even lekker verder. We zijn nu pas op de 3 minuten, nog 57 minuten minimaal. Oh mijn god. Oh. Maar ik wil jullie ook graag bedanken. Bedanken voor alles. Bedanken voor dat ik dit heb kunnen doen. Dat ik een serie zo lang heb kunnen laten doorgaan. Dat ik al die support kreeg, al die kijkers erbij, al die dingen... Die lol, de dingen die ik heb meegemaakt. Gewoon alles. En dat is echt te bedanken aan jullie. Want zonder jullie had ik er nooit zo lang mee doorgegaan. En het is geweldig om te doen. Ik heb nooit verwacht dat ik de 100 hiermee zou halen. Mijn eerste video die 100 video's zou halen. Had ik niet verwacht dat dit op zou zijn. Want toen ik begon met mijn kanaal dacht ik wel van welke serie zou het zijn. Ik ben echt zo benieuwd. En... Blijkbaar zit hem dus. En het is echt een geweldige serie waarmee ik nooit wil stoppen. Dit is denk ik de langste serie waarmee ik ooit heb doorgegaan. Nou, dat is... Wop, mate.
Hier, dit bedoel ik nou met die klootekkers. Maar... Nu ben ik helemaal boos. Ja, daar zit zo'n Deliver Man. Daar ben ik al langs geweest. Helemaal niks aan, joh. Kippenkind. Maar, zonder jullie, ik weet niet of ik het dan zo lang had doorgegaan. Want ik vind het leuk, maar deze serie kreeg ook wel de meerdere support toen ik best laag was met mijn kanaal. En dat is natuurlijk ook fijn om te zien. Maar ook omdat dit is de serie waarmee ik gewoon even rustig kan zijn. Gewoon rustig kan praten over onderwerpen waar ik het eigenlijk over wil hebben. Zonder dat je moet haasten met... Bijvoorbeeld met FIFA moet je hele stukken eruit editen. En dan laat ik alleen de doelpunten en hoogtepunten zien. En weet je, dan kan ik het niet over een onderwerp hebben van dit of dat. Want ja, FIFA, mensen kijken FIFA omdat ze het over voetbal willen zien hebben. Dus dan moet ik het over voetbal hebben. Skywars ging je 1, 2, 3 dood. Hoe heet dat? Toen op Hubble het al. Dan moet ik gewoon mensen een beetje lopen kloten en relaties verpesten. En ja, grappige dingen doen. En dan willen mensen grappige dingen zien. Maar deze serie kan ik gewoon dingen zeggen die ik wil zeggen. En opmerkingen maken die ik wil maken. Over bijvoorbeeld over pesten kan ik het hebben dan en zo. En dat heb ik bij geen andere serie. En dat vind ik nou zo leuk aan deze Hunger Games. Dat ik kan het hebben over wat ik wil met jullie. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden eraan ook. Dat ik over die onderwerpen praat. Dat het een beetje gevoelig ligt soms. Maar ja, weet je, ik vind het tenminste fijn. Ik hoop jullie ook. Tenminste, ik heb er nog nooit een reactie. Oh nee, mijn XP-bordel is naar beneden. Fuck mij. Ha, dat is jammer. Oh, vis. Die kunnen we eten. Nee, grapje, die kan ik niet eten. Oh mijn god, kap. Ik rek je gewoon, vriend. Michael, oh, kill stealer. What the fuck, man, je bent een fucking kill stealer, joh. Ga weg, joh, met je clean pick-up. Oeh, wat een vieze kip, joh. Echt een vieze kip. Lelijk kiphoofd van hem. Jezus, man. Pees, komt hij even in mijn rug, joh. Ik had hem bijna gekild. Komt hij even aangelopen. Lelijk kip. Ik heb hem wel nog bijna dood gemaakt. Hoe komen mensen daar toch? Hoe kom je daar? Ja, oké, zo. Ja, dat begrijp ik nog. Ja, oké. Hoe kom je daar nou? Mij lukt het niet. Ik heb hier shift ingedrukt. Oké, nee, dat zag er niet goed uit. Oké, wat hebben we nog meer in de lobby? Oh, dacht even dat jij die hond was. Die Jake van Adventure Time. Dat is wel grappig. Heb ik, by the way, afgekeken op Netflix. Een paar seizoenen. Dat is wel grappig eigenlijk. Leuke serie. Oké, wat hebben we nog meer? Waar gaan we het nog meer over hebben? X-Assassin-X. Jij hebt blauw haar. Blauw. Asje. Oké, wow, Peggy 3. Jij moet dood. Maar de politie. Call 911. We got a nudist. Zo. 112. Oh ja, lord. In Nederland is het natuurlijk 112. Maar ik doe rekening met de Engelsen. Hey, wat goed voor mij. Zumba. Wie Zumba? Oké. Okay. Get to the chopper. Hoppakee. En ik heb nog één aankondiging eigenlijk. Voor jullie. Voordat ik deze jaar niet eindig. Maar voordat ik het vergeet. Ja. Er komt een nieuwe serie op mijn kanaal. Wat? Twee eigenlijk. Eentje weet ik nog niet welke. Maar er moeten twee komen. Want anders gaan de uploads een beetje door de war gaan. En dat wil ik niet. Want dan ben ik weer zo noob bezig. En dan heb ik geen kijkers meer. En dan ga ik huilen. En dan ga ik mijn computer slopen. En dan heb ik geen computer meer. En dan... Ja, dat weet ik niet. Dan... Ja, mijn ouders vinden het niet erg als ik geen computer heb. Dan ga ik waarschijnlijk meer aan school kunnen werken. Oké, get to the chopper! Oh mijn god, hé. Verwacht je nou echt dat ik dit van je win? Kijk. Oh. Ah, oh, nou, ik had nog wel goede hits. Ik had nog wel die kids. Ah, oh, man.
mijn werk toch slecht. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen is, er komt dus één nieuwe serie aan. Ik denk dat ik het al een beetje ga verklappen wat voor soort. Het is een Minecraft. Maar niet aan een minigame denk ik ofzo. Of aan een multiplayer game. Of aan een survival of wat dan ook. Nee. Oké. Zet je schouder op wat het gaat worden. Het wordt roleplay. Ja, roleplay. Ik weet niet of jullie Engelse kanalen kennen als RPMX. Nog wat. Ik weet niet, zo'n Batman gozer die Minecraft speelt. Of, hoe heet die? Lachlan, Craft Battle Duty. Dat is mijn favoriete YouTuber, by the way. Maar die doen het ook, maar dan op een Engels kanaal. En ik wil eigenlijk ook zoiets doen. Maar... hoe? Hoe moet ik dat eigenlijk doen? Ik ben er eigenlijk niet goed in. Ik ben er niet goed in. Oh, fuck mij. Nee. Weet je wat, ik regel nog wel alles. Ik weet ook niet wanneer dat uitkomt en zo, dus. Dat komt wel goed. Laten we eerst gewoon beginnen hiermee. Oké, ik heb chain. Oké, we gaan hier. We kunnen naar die gaan, maar ook naar deze. Dus ik ga lekker naar deze. Terwijl die nooit goede loot hebt. Deze. Hier, zie nou, weer slechte loot. Hoi. Lol. Oh, hij gaat naar die. Ik dacht dat hij naar die ging. Oké, gaan we door. Oké, waar is die chest? Waar is die? Oh nee, daar ga ik niet heen. Ik wil hierheen. Ik wil hierheen en niks. Gaan we hierheen? Ook niks. Oh shit. Ik moet mijn kit. Omhoog. Nou, free bow. Oké, mijn kit komt. Heb ik toch wel goed gespeeld, denk ik. Hij volgt me ineens mee, joh. Oh, er is iemand doodgaan. Waarschijnlijk die ene gozer van net, want die was niet zo goed. Oh, wow, hij leeft nog. Wat heb ik gekild? Oké, ik ben hier weg. Ik ben daar weg. Oké, hij is dood. Dat was sowieso een hacker, als je zag hoe snel die hitte. Wow, jij hebt de Theodor met Golden Horns Armor. Daar gaan we sowieso rijden. Mag niet. Jongen, mijn Theodor is toch beter dan jou. Nou, fuck it. Ze hacken allemaal. Dit is niet meer leuk, joh. Dit moet ik een uur lang doen, hè. Oh mijn god, wat een heks, joh. Ik weet niet hoe mijn computer dit volhoudt. Oh, die heks. Oké, even kijken. Waar gaan we heen? Oh, fuck, die is net gereset. Gereset. We gaan lekker een team joinen. Ja. NL team. Ik wil een NL team. Oké. Kom op. Kijk, nog een NL team. NL team. Oké. Team accept. Brian Master PvP. Nou, wat een veelbelovende naam. Dat zeker weten. Sowieso. Ik hoop dat hij ook veel beloofd is. Maar ik weet het niet, want Nederlanders zijn niet super goed in Hypixel altijd. Ik hoop deze wel. Ik bedoel, als je... Oh, kijk, hij heeft de Teletubby skin. Dan is hij waarschijnlijk best wel jong. Wat bedoel dat? Ik bedoel, toen ik 12 was, vond ik het nog grappig om Teletubbies na te doen en zo. Maar nu... ik ben aan het opnemen voor YouTube. De 100ste Hunger Games is goed. Oké, we gaan naar de piramide. Zal die gamen? Hij komt morgen online. Oké. Maar we gaan nu even geen reclame meer maken voor onszelf. Oké, mooi. Oh, wauw. Hij is wel echt van de caps lock, hè. Oké. Dit, target me niet. Hey. Meen je dit? Kap. Oh nee, mijn team, mijn partner. Ik ben zo lullig, hè, maar ik kan er niks aan doen. We gaan even naar hem kijken. Oh wow, kijk, hij wordt ook. Los. Oké, die gaat dus op de chest af.
gaan hem even spectaten, want we hebben tijd genoeg. Ze gaan echt niet voor de kills op elkaar, hè? Oké. Brian, je kan het. Je kan het. Ik geloof in je. Heb je al een wapen? Volgens mij niet. Anders heb je die wel in je handen nu. Ik ben zo bang dat hij je opeens van achter pakt. Ja, niet. Oké, je double chest. Dubbele, dubbele. En. Misschien wint hij nog wel voor het team. Dat zou leuk zijn. Oeh, waar gaat rauw kip eten? Dat is niet zo best. Oh, hij heeft een gewonnen soort. Waarschijnlijk Night Kid. Night. Oh, en shit about. The... Oh, hij heeft hem. Even uitlachen. Even uitlachen. Dat is altijd leuk. Uitlachen. Boom, boom. Hij is weg. Jammer. Ik hoopte dat we ruzie konden maken, maar. Oké, ga je nog doorlopen, Brian? Want. Ik ga even kijken. Hoe zijn anderen stacked? Niet zo erg, maar oké, die zijn nog wel. Oh, volgens mij zijn ze in de piramide. Ze zijn in de piramide, Brian. Ik weet niet waar jij bent, maar volgens mij nog in de piramide. Oh nee, hij is er net uit, mooi. Hé, hey, daar is iemand in de buurt. Anders heb je niet die koeien. Die koeien, wat, hoe heten die koeien ook weer eigenlijk? Ik weet niet hoe ze heten. Waar is Brian? Oh, daar. Oké. Je kan het. Je hebt een chestplate. Oh nee, niet. Je dacht dat hij een blauw chestplate had. Noob. Weet je wat? Brian, ik wens je veel succes. Want mijn kijkers willen denk ik wat Minecraft Hunger Games zien. Succes, man. Hopelijk ben je voor het team. Oh, dat is geen Theodore Lama. Ik dacht op een Diamond Horns allemaal met Theodore. Wat? What, mate? Maar nee, dat was hem niet. Oké. Okay. Welke map ben ik eigenlijk gejoined? Ik heb niet opgelet. Teaming. Yes, it is. Don't target me, please. Weet je wat ik wel rot vind aan Hypixel's Hunger Games? Ik vind de kids leuk, maar wat ik kut vind is dat je bij de spawn gelijk gekilled kan worden. Weet je wel? Dat je niet even tijd hebt om de chest te looten. Weet je wel? Zo'n period ding is. Ik weet niet meer hoe dat heet precies. Maar zo'n period ding is. En dan. Dat vind ik echt kloot dat je dat niet hebt. Want net als net zaten we gewoon in teams. En toen werden we gelijk. Hoe heet dat? Don't target Slayer. Maar toen, hoe heet dat? Toen werd ik ook gespankerd bij de chest. Oh mijn god, iemand heeft mijn mooie zwaard. Oh, maar ik heb hem al weer terug. Haha. Hey, kijk, hier, nu word ik gewoon getarget. Hè. Word ik weer getarget. Net alsof ze mijn gedachten kunnen lezen. Hoppakee, ga maar nog een keer mij slaan. Alles is goed, dude. Doe maar. Ik vind het helemaal mooi. Sla me niet nog een keer, maar, maat. Anders zijn we geen vrienden meer. We zijn nooit vrienden geweest, maar oké. Okay. Ze volgen me niet. Oh nee, ze gaan lekker beefpier daar. Lekker boys. Gaan we lekker met elkaar vechten en niet met mij. Oké, dan is echt een hele slechte chest. Just saying. Nee. Niet naar mijn stats. Nee. Slate, loop door. Ja, weg noobskin. Weg, ja, Brenda. Brenda? Oh god, Brenda is dood. Brenda is sowieso dood. Oh wow, hij target mij. Oh nee, Brenda is dood. Brenda. We will never forget you, Brenda. Oké. You want to go, mate? You want to go? Come at me, bro. Ja. Nu kijk je wel anders, hè, vriend. Hè, Nick? Nu, hè, met die spankiller. Hé, nu heb ik je. Boontje komt op zijn loontje. Dat klonk echt heel stom. Boontje komt op zijn loontje. Nou, ik heb wel gelijk. Oké, ik heb een e-mail. Oh mijn god, ik heb een e-mail. Ik ben bekend. Oké, ho, Theodore. Ik vind je lief. Ik ben een lief paard. Als jij dood bent, moet ik die speedbot schoppen. Zijn ze team? Hem kunnen we wel hebben. Oh, behalve als hij hackt. Dan wordt het wel een stuk moeilijker natuurlijk. Maar we hebben hem wel.
Holy shit, nou, deze tools hoef ik allemaal niet. Die hoef ik niet, die dingen. Allemaal loot die wij niet meer nodig hebben. Want wij zijn nu rich. Wij zijn nu rich. Bye. Ik weet niet wat ik doe. Oké. Okay. Welke kits hebben we allemaal te pakken? Scout. Oeh, scout 5. Goed. Geen een van per scout. En is het ook scout? Zo. Scout is best goed. Scout is geen slechte kit hoor. Daar niet van. Maar ik bedoel, ik had het zelf nooit echt iets aan besteed eigenlijk. Zo. Kom op, Theodor. We gaan gewoon weer lekker verder. We gaan verder. Want ik ben bang dat hij hackt. Oké, ik heb denk ik een rookzwaard opgepakt. Daar heb ik niet veel aan. Bitch, please. Denk je nou echt dat je me gaat bijhouden? Knockback. Ja, knockback en looting. Dat is echt 10 keer niks. Slechte enchantments die je kan hebben. Come at me. You wanna go, mate? You wanna go? Oh my god. Oh, wow. Talking about a hacker. So do you. Oké. Dat ging niet super goed, vind ik, eigenlijk. Dat ging buitengewoon slecht. Oké. Wat gaan we doen? Join deze. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk verschillende mappen te spelen. Maar dat gaat niet altijd. Want dat gaat niet altijd. Want ik ik ben natuurlijk de 100 Song Games aan het spelen. En deze mappen, die worden natuurlijk, weet je wel, mensen vinden die het leukst. Dan gaan ze die spelen. Dat is gewoon normaal. En ze vinden bijvoorbeeld Winter vindt niemand meer leuk. Die vindt niemand leuk. Echt niemand gewoon. Behalve ik. Ik vind hem leuk. En waarschijnlijk mijn kijkers, hoop ik. Even kijken wat ik allemaal aan heb. Oké. Glitched Steve. Is dan een skin? Glitched Steve. Hoppa, ik wil mijn boog erop. Kan niet, jammer. Glitched Steve. Daar heb ik nooit van gehoord. Glitched Steve. Maar een Steve skin is toch gewoon een noob skin. Hun weten niet wat glitch is. Ik denk. Maar ik ben niet goed in denken. Dus dat gaat hem niet worden. En ik krijg alleen maar e-mails. Kappen met die e-mails. Wie probeert mij bang te maken via de mail? Oh mijn god, hè. Oh mijn god. Waarom? Wat heb ik zo van hun? Waarom ik moet worden gesparkeld elke game? Wat heb ik? Ik heb niks. En toch spankelen ze me. Like if you can. Oh nee, ik ben net te laat. Het is allemaal te laat, jongens. We dachten waarschijnlijk allemaal dat we in een leuk potje konden komen, maar we zijn te laat. Oké. Dat is niet. Hey. Mutkip. Nee. Dat is de kip. We zijn zo lullig. Sla die kip dood. Sla hem. Hè? Dit verdien je. Stop een kip. Dit is die kip die mij eerder doodde in Hunger Games. Oh, ik heb niks gedaan. Hij is dood. Shh, niet aan iemand vertellen. Oké. Wat hebben we allemaal? Oh, hij is er nog. Oh, hey. Cordovoa skin. En wat hebben we nog meer? We hebben. Vieze jongen. Lullig kind. Fuck man, waarom ga je. Echt joh, die mensen die dat hebben, hè? Zo'n zogenaamd six-pack skin en alles. En een mooi boy. Tegelijk, dan denk ik echt van: oh my god. Wat wil je bekijken? Een Minecraft-relatie. Wil je dat? Er zijn wel heel veel mensen op de DDG-server die dat hebben. Een Minecraft-relatie. Echt superleuk voor hun. Maar ik vind het echt nergens op slaan. Echt jongen, altijd weer die donators op dat DDG-server die een relatie hebben met elkaar, joh. Oh. Ik denk soms echt van: my god. Stop het. Maar dat moeten ze lekker zelf weten. Ik bedoel, als ze hun elkaar blij maken, nou, mooi toch? Alleen, het heeft niet zoveel zin, denk ik alleen.
als je elkaar niet in het echt kan zien. Dan is het toch niet leuk? Wat heeft het dan voor nut om een relatie te hebben? Weet je, als je een relatie hebt, dan ga je naar een bioscoop en leuke dingen met elkaar doen. En dat soort dingen. En ja, je weet wel. Maar als je op Minecraft dat hebt, wat? Je account doet maar één keertje gehackt worden en je ziet elkaar nooit meer ofzo. Of eentje gaat er niet meer spelen en je ziet elkaar niet meer. Weet je, dat... Dan denk ik, dan zou ik echt denken, wat poep mij, weet je. Ik, ben mijn vriendin al verloren. Maar hun denken daar waarschijnlijk anders over. Hun denken van, ik ga haar nooit meer verlaten. En die zitten gewoon serieus op te huilen als het uit is. Een internetrelatie uit. Ik heb een verhaaltje en het is heel stom van me. Ik weet het, lach me er niet om uit alsjeblieft. Vroeger zaten we allemaal op hives. Oh, fucking. Kill hem. Laten we niet wegkomen met een poging tot moord. Maar vroeger zaten we allemaal, denk ik, wel op hives. Ja. Dat weet ik bijna. Oh god. Dat weet ik bijna zeker. Dat de meeste van jullie wel daarop zaten. Oké, ik ook. En vroeger, toen was ik best wel jong. Iedereen is... Weet je, ik bedoel, met jong bedoel ik van een stuk of 6, 7 jaar. En, of nee, 9 volgens mij zelfs. 9. En ik wist nog van, toen was er zo'n zogenaamde Dawn van Pokémon, weet je wel, op huis. En ik dacht, oh, de echte Dawn. En ik vond dat altijd als stiekem leuk op Pokémon. Dus ik vroeg haar op huis of ze verkeringen wouden. En ze zei ja. En toen dacht ik van, maar hun zaten natuurlijk te roleplayen, maar dat wist ik toen helemaal niet. Dus ik dacht van, yes, ik heb het done. En ik kan al mijn vrienden vertellen en hun lacht hem gewoon uit. Jij hebt mij wel gered, dus ik ben echt, oh nee, laat maar, je hebt heks. Oh, je hebt over moord. Ik kan nu niet meer voor je vluchten. Yeah. You walk, mate. You want some. Nee, ik word een stone sword. Oké, nee, die heb ik al. Ik wil deze. Oké, we zijn nu goed. We zitten nu goed. Oké, volgens mij kunnen we dit allemaal wat droppen. Zadel laten we voor de zekerheid. Oh, nou, die is niet echt nodig. Oké. Ik heb Theodore, by the way. Wat de poepkind! Oh, zien jullie die kids? Nooit meer zeggen dat ik niet goed ben in Hunger Games. Want ik ben heel goed. Ben ik niet. Maar ik voel me nu goed. Ik voel net alsof ik aan de top van de wereld zit. Alsof niemand me meer kan verslaan. Come at me. Kom maar met al je eigen armor en ik own je nog. Nee, grapje, dat dan... Nu lieg ik. Nu lieg ik echt aan mijn kont. Oh, ik moet vanmiddag nog voetballen. Kut voetbal. Ik wil niet meer voetballen. Ik wil ermee stoppen. Na dit seizoen stop ik. Oh nee, chain armor. Je ziet me niet. Ik moet naar de span. Hopelijk staat daar een enchantment table. Die staat er niet. Ik ben nu fucked. Oké. We gaan naar boven toe. En we gaan die enchantment table vinden. En als we hem vinden, gaan we hem gebruiken. Hier zit geen enchantment table. My god, we're not alone. Fire is backed. Oh, ik heb hem. Tum 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 in the side of Jackson. Tum 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 in the side of Jackson. Tum tum tum. We hebben gewonnen! Yay! GG! We hebben gewonnen, dames en heren. Jee, de 100ste aflevering. Ik heb weer eens een keertje gewonnen. Wat mooi. Wat super. Oh, is deze OP? Wow, die is sowieso OP. Jezus, mijn power 2. Punch 2. Wat een boog. Maar jee, we hebben weer eens een keertje gewonnen. Altijd leuk winnen.
Oké, als jullie willen weten wat hier is. Hier is zo'n delivery man die van die packages geeft. En ik heb er een paar geopend, maar ik vind het niet zo super bijzonder eigenlijk. Oké, we gaan wel lekker verder. Oké, dan een half uur gespeeld, 1 keer gewonnen. Ik ben daar best wel trots op. Oké. We gaan hier op en we gaan iedereen bekijken wat ze allemaal doen. En iedereen zit maar rond te springen en te doen en te. Ga uit mijn lichaam alsjeblieft. En iedereen zit maar. Ga nou eens kijken aan mijn lichaam, joh. Wow, hoe komt ze daar? Fucking noobskin, hoe kom je daar? Wat, de noobs weten meer dan ik. Boah, iedereen probeert dat die noob zit daar zo van, you mad boy? You mad boy? Zo zit die noob daar sowieso. Oké, half uur gedaan. We gaan nog een half uurtje door. Oké, het is nu laat bij mij. Fuck mij, man. Ik ben bijna weg, joh. Jezus, man. Heel mijn fucking weekend weer verkloot. Nee, grapje. Oké. Let's do it. Oké, 3, 2, 1. Ik voel me nu net. Ik weet niet waarom, maar toen ik. Nee, maar toen dacht ik aan Star Wars. Oké. Daar gaan hun heen, ik ga hierheen. Kijken of ik een chest kan vinden. Nee, nee, nee. Geen chesten? Nee. Nee. Oké, nou wordt gevochten. Daar ga ik. Ik kan niet meespelen. Ik kan niet. Of jullie spelen niet meer. Jullie vechten gewoon met elkaar. Oh, dat is die noobskin die zo goed is. Zit hier een chest stiekem? Wow, iedereen is al fucking OP. Iedereen zit hier om met een stone sword te lopen en zo door elkaar te hitten. En. Wow. Oh mijn god, ga weg jongen. Yeah. Kom op. Kom op. Doe niet zo lullig, joh. Kom dan. Volg me dan, als je kan. Je kan me toch niet pakken. Kan me toch niet pakken. Coin chest. Ik wil de coin chest niet. Jij wil de coin chest niet. Terror. Ah nee, het is een ezel. Dood ezel. Ja, hier, de ezel leidt hem af. Zie je dat? De ezel heeft hem afgeleid. Waardoor ik door kan lopen. Waardoor hij mij nog steeds niet kwijt is. Nee jongen, hoe kan die nou weer zo snel? Oh nee. Oh shitekes. Ga gewoon naar hem toe. Hallo vriend. Hallo. Hallo vriend. Au, 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 au. Ik doe lekker mee naar de wc. Oh mijn god, hij heeft alleen maar een fucking boog. Ik wil die boog. Au, 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 au. Oh, hij zit niet meer achter mij, joh. Wauw, je bowshots zijn best wel goed. Oh, wauw. Als ik niet keek of die kerel nog achter me aan zat, had ik hem gekild. Ja, dat zou hij mij hebben gekild. Dus ja. Oké. Weet je wat? Ik denk dat het wel goed zo is nu. De Hunger Games. Sorry dat het geen uur is, maar ik denk dat jullie allemaal geen uur volhouden. Ik zelf ook niet. Ik vind 30 minuten wel goed genoeg. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. De 100ste Hunger Games. Ik heb een half uur lang gespeeld. Ja, sorry. Ik moet weg ook zo meteen. Ik moet voetballen. Dus ik heb ook niet een uur lang de tijd. Stom van mij dat ik daar niet over nadacht. Maar dit is hem. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, beloon hem dan alsjeblieft met een blauw duimpje. En klik op abonneren als je nieuw bent. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!